De speeltunnels in het Zwen Natuurpark zijn dé uitgelezen plek om kinderen te laten ervaren hoe dieren, zoals bergeenden en konijnen, in hun holen leven. Bij de keuze van de materialen moest er rekening gehouden worden met duurzaamheid. Het feit dat geluidsoverlast in een natuurgebied niet getolereerd kan worden en dat de installatie zich op een zeer moeilijk bereikbare locatie bevindt. Bovendien was de uitvoeringstermijn bijzonder krap. Het hele project moest gerealiseerd worden tijdens de toeristisch minder drukke periode en net voor het broedseizoen van de ooievaars. Prefab beton bleek de ideale oplossing. De volledige ruwbouw werd opgetrokken met standaard betonproducten, waaronder buizen, trappen en op maat gemaakte kelders, waarin vooraf alle openingen werden voorzien. Kleine vrachtwagens brachten alle materialen ter plaatse en een graafkraan plaatste ze. Omdat alle onderdelen kant en klaar werden aangeleverd, kon de hele constructie op enkele dagen tijd gemonteerd worden zonder dat er storende betonpompen aan te pas kwamen. Kinderen kunnen nu zorgeloos de ondergrondse natuur ontdekken, terwijl volwassenen vanaf een kijkwand bovenop de kelders de watervogels kunnen bespieden. Kom gerust ook eens langs in het Zwen Natuurpark in Knokke. Het Natuurbelevingspark is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Natuur en Bos.